Okidoki, daily challenge tijd. Laten we eens zien wat het allemaal herbergt vandaag. Dit is een schuine straat. Ik zag pizza staan, maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Het is wel Europa. Geel en... Dan zou dit Portugal zijn? Of mocht ik de... Of, ja, nee, want dan moet het wel Portugal zijn, denk ik. Ja. Even, misschien dat ik op de achterkant kan kijken. Nee, Lisbos, Lisboa zie ik daar staan. Maar goed, dat zegt op zich... Niet alles, dat weten we. Want het kan ook zomaar een, hoe heet het? Een vrachtwagen zijn die allemaal zeker in een zo klein land als Portugal. Ik bedoel, als ik een Nederlandse locatie zie en ik zie daar een truck uit Amsterdam of Rotterdam of zo staan, ergens... In een klein dorpje. Dan ga ik ook niet gelijk. Oh, hey, dit is per definitie Amsterdam. Oké, nou is dit natuurlijk wel iets anders. Omdat dit natuurlijk wel, weet het, een grotere stad is. Vooruit. Maar, goed, je kunt je eigen er nooit op vast pinnen natuurlijk. Want... Dat is altijd wel lastig, zeker bij dit soort locaties. Wat ik zeg, ik zou ook niet verbaasd zijn als het wel inderdaad Lissabon is, hoor. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Je zou denken... Dat bij zoiets dat er wel op staat, ondanks dat het maar een klein universiteitje is. Nou, ik denk dat universiteit eigenlijk nog best wel een redelijk luxe woord is om dat te noemen, aangezien dat ik denk dat het gewoon een ding is. Gewoon zo'n, ja. Nee, dat is zo'n mini-schooltje waarbij mensen nog niet eens... ik had gehoopt dat die vrachtwagens hier nog bleven staan, maar helaas. Ja, jongens. Tijd is op. Het was dus Lissabon. Zo. Het duurde lang voordat hij het registreerde bij mij. Dit kan een aantal dingen zijn. Ik zie dat witte bordje staan, maar... Oh nee. Dat leek me zo... Dat is wel degelijk een wit bordje. Dat is heel makkelijk wat het is. Zeker als ik het bordje goed zie. Kijk er daar. Ja. Bevestiging. Oké. Okay. Excuus. Het was sowieso al niet al te moeilijk, want... Als ik zag hoe het er voor de rest uitzag, dan... Waren de keuzes vrij beperkt, zullen we zeggen. Dat was van, dit is, of dit. Het was, zeg maar, in dat kader was het of, zo, auw, hoofd, werk mee alsjeblieft. Ik weet dat het nog vroeg is, maar, er zitten ook wel er is meer te doen dan alleen na te denken vandaag, jongen. Maar het is of Nederland, of België, of Denemarken was dit. Ja. Dat is sowieso, als je dit soort dingen ziet, ga er maar gewoon vanuit dat je dan... Een van de dingen hebt, zeg maar. Oké.
Dit sterkt mijn gevoel dat ik een van deze steden er wel op zou moeten kunnen zien staan. En ik heb het idee dat ik deze al een keer eerder gehoord heb, maar ik weet niet of ik gehoord gezien heb. Maar ik heb geen idee waar. En hetzelfde wat we gisteren dan gedaan hebben. Nou, zodra we het zien staan, gewoon klikken. En de rest, dat komt dan wel, maar... Anders dan... waarom zie ik het gewoon niet staan? Dan moet het wel even met iets meer snelheid. Anders dan is de tijd zo meteen voorbij. Ik heb het idee dat ik... ja, nee, daar had ik... Oh, kijk, en was dat in... Kijk, dat bedoel ik. Oh, nee, wat erg, moet ik zeggen, sorry. Dit is... Oeh. Ik wilde zeggen dat het in Mexico was, maar... Kan nog altijd. Oké, de Monterrey. Kijk, en dit is dan weer zo'n... een vrachtwagen van, ik zeg van... Ja, maar... Met dit soort bakken gaan ze niet... Kijk, ik geloof wel dat ze bijvoorbeeld met dit soort vrachtwagens echt wel een paar honderd kilometer rijden. Maar gezien de grootte van Mexico en de eigenlijk vrij specialistische aard van, van dat soort bakken, zou je logisch kunnen redeneren dat... Ik zal het zo zeggen. Het zal er zo in ieder geval ongeveer wel op staan, zeg maar. Dat vertrouwen heb ik dan weer wel. En ik dacht zo. Het hielp ook al wel enigszins met het feit dat ik dacht dat dit Mexico was. En toch ben ik er enigszins verrast door, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat bevestigt het in ieder geval. Met name gewoon omdat ik had niet verwacht dat het zo groen was. Dat is het goede woord. Wat ik had verwacht dat het meer woestijnig was. Maar goed. We zullen zien. Voorlopig heb ik echt nog helemaal geen bordje of wat dan ook gezien. Wel, als ik de andere kant was opgegaan, had ik echt 5 miljoen bordjes of zo gezien. Dat is altijd. Dat is altijd. Even kijken, misschien dat deze... Kijk, dit is dan weer een vrachtwagen waarvan ik zeg van... Mexico... Gelukkig... Misschien dat ik beter op deze stukje kan letten. Het voegt niet samen heel veel toe, moet ik eerlijk zeggen. Nog een vrachtwagen, maar ik denk dat die te laat is voor... Ja, kijk. Kijk, ik liet het wel zo zien, maar dat betekent natuurlijk ook nog wel dat er hier... Dit is... acceptabel. Zullen we maar zeggen. We gaan gewoon terug naar start. Ga me niet zeggen dat dit de enige is in... Frick. Ah, deze zit ook
Jesus. Aangezien het feit dat hij zo langzaam vooruit gaat, denk ik niet dat we ook maar enigszins gaan inzien waar dit is. Dus ik moet een tenzij het zo meteen in een keer als een pijl uit een boog vooruit schiet. Zou zomaar eens kunnen. Zou zomaar eens kunnen, maar ik heb mijn twijfels erover. Nou, laten we nou hopen dat hij deze vasthoudt, deze kwaliteit. Dat zou echt heel fijn zijn. En dan vind ik het eigenlijk niet eens zo erg dat hij van dingen wisselt. Protect NSV. Dat helpt al heel veel. Dat helpt al heel veel. Ik zeg niet dat het daar precies zit, maar het helpt. Het helpt echt extreem veel zelfs. En ik bedoel, ik weet dat ik in ieder geval niet hoef te zoeken naar. Wat ik wilde hem, als ik niks gezien voor de verreis gezien had. Had ik hem namelijk hieronder weggezet in Victoria. Om maar even aan te geven, weet je. Hoe belangrijk één zo'n bordje is. Tenterfield. Oh. Misschien moet ik eens gewoon. Ik denk niet dat het hier zal zitten. Ik heb hetzelfde idee als van tevoren. Op het moment dat je het ziet, gewoon klikken en dan maar hopen dat je enigszins in de buurt zit. Dit voelt ook wel een beetje als zo'n woordzoek, weet je. Zoeken naar het goede woord en om door te kruisen. Was dat New South Wales? Ja. Het was. Dat had ik misschien trouwens wel kunnen raden eigenlijk. Oh well. Jesus. Het gouden is toch uit of reach nou? Ik had daar wel over kunnen nadenken eigenlijk. Eerlijk is eerlijk. Dit is Ierland, Schotland. Nieuw-Zeeland misschien? Dat is nog wel interessant in Nieuw-Zeeland eigenlijk. Het zou me eerlijk gezegd niet niks verbazen. Dus ik moet een in principe. Hetgene wat ik moet hebben is een auto. Of iets als dit, dat mag ook nog wel. Dat helpt eigenlijk vrij weinig. Geel. En wit. Dat helpt het een beetje richting Engeland te brengen. Dus dan zou dit Schotland kunnen zijn. Eventueel. Dit is een lastige. Niet dat het heel veel uitmaakt natuurlijk qua eindresultaat uiteindelijk, want het zilveren is al gehaald en het gouden gaan we niet halen. Dus wat dat betreft is het niet echt een enorm risico.
Maar ik ben toch benieuwd hoe dichtbij dat we kunnen komen. Dit is een lastige. Wat ik zeg, de omgeving zegt me niet per definitie dat dit Schotland is. Zeker niet nou met al die bomen en zo. Maar ik zou zeggen, het had gewoon net iets. Ja, het was gelukkig wel Schotland. Jee. Ik weet nog wel wat. Ik heb eigenlijk niet echt hele grote fouten gemaakt. Het was gewoon allemaal net niet, weet je. Ik bedoel, Australië. Goede locatie, goede staat. Verkeerde plek. Ik had dat kunnen weten trouwens. Maar goed, zelfs dan denk ik dat ik hem op de. Ja, trouwens, dan had er waarschijnlijk wel Queensland gestaan. Dus dat. Anyways. Zelfs met deze. Ik zag Monterey staan. Ja, daar heb ik hem weggezet. Meer had ik ook echt daadwerkelijk niet. Qua informatie. Denemarken had ik misschien iets beter kunnen kijken. Dat is de enige waarvan ik zeg van ja, daar heb ik daadwerkelijk echt wel iets verloren. Maar goed, het is wat het is. En dat was het voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe Daily Challenge. En dan zeg ik tot morgen.